Welkom bij een korte uitleg over het programmaatje iExplain, waarbij je al tekenend op het scherm iets uit kunt leggen. Het is een gratis programmaatje uit de Microsoft Store, wel voor een apparaat met een touchscreen, want je moet op het scherm tekenen. Ik heb hem geïnstalleerd en hij staat in start. Kijk, hier is het beginscherm en om een nieuwe opname te beginnen druk ik op het plusje en in de gekochte versie die ik heb, die maar een paar euro kost eenmalig, kan je behalve de snelle opname tekenen met tekst erbij, met stem erbij, kan je ook een kale opname maken en later geluiden maken. Of wat wij nu even gaan doen, je kan een plaatje laden waarin je dan uit gaat leggen al tekenend. Dat gaan we doen. Even geduld. Oh, wat duurt dat lang? Nou, dan gaan we even een stukje. Oké, in mijn afbeeldingen had ik hem even gezet hier ergens onderaan het tafeltje. Hop. Kijk. Nu moet ik hem nog even toekennen. En dan staat hij erin. En het palletje met kleuren verschijnt. Ik kan een kleurtje kiezen. Ik heb rood gekozen. Ik kan hem nog een beetje dikker en weer dunner maken. Hier zijn nog wat andere dingen over verschillende dia's. Moet je maar even gaan bekijken. En dan zie je hier rechts onder de opnameknop. Ik doe de pallet even weg. Dan gaan we eventjes laten zien. Ik pak de pen. Ik druk op de opnameknop en de opname start en ik kan hier gaan tekenen, bijvoorbeeld een lijntje even aanwijzen met een pijltje. En daar kan ik eventueel, als ik dit filmpje weer ga gebruiken in een ad-puzzel, kan ik daar een vraag over stellen. Wat is het voor lijnsoort en hoe dik is die? En bij deze precies hetzelfde. Ik kan even dit setje tekeningetjes aanwijzen. Een letter of een cijfer bijzetten, zodat ik later een vraag over kan stellen. Ik kan hele dingen uit gaan tekenen, net zolang als ik iets duidelijk wil maken. En als de opname klaar is, drukken we op stop. En dan kun je eventjes op het oogje drukken om hem. En de opname start. En ik kan hier gaan tekenen, bijvoorbeeld een lijntje even. Daar wordt hij afgespeeld. Aanwijzen met een pijltje. En daar kan ik eventueel. Hop. We gaan even terug. Kijk, wil je hem saven of wil je hem niet saven? Nou, ik save hem nu niet. Cancel. Als je hem saved, heb je een opname gemaakt. En die opname die kan je weer exporteren als een MP4 bestandje. Zodat ik hem straks in AdPuzzle kan uploaden om daar een aantal vragen over te gaan stellen. Bedankt voor het kijken.